Yo mis! Jaraski hier en welkom bij natuurlijk mijn allereerste Call of Duty Infinite Warfare beta video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag spelen we ons allereerste potje. Linda zit hier naast me. Ja. Die zit lekker mee te kijken, want het was eventjes irritant om er beter in te komen. Maar ze hebben de update uitgerold, dus nu kunnen we eindelijk spelen. En ik ben benieuwd. Ik ken natuurlijk de maps al een beetje, want we hebben ook gespeeld in Los Angeles. Dus we kennen het hier en daar al een beetje uit onze hoofd. Dat is altijd mooi, altijd handig. En dan loop je om enemies. Hij zit daarboven. Oh nee! Ik wil niet als eerste doodgaan. Ik wil eerst een kill krijgen voordat ik één keer doodga, want anders vind ik het niet leuk. Dankjewel. 1-1. Om mee te beginnen. Je moet altijd als je een game opstart voor de allereerste keer, moet je altijd eerst de kill halen en dan pas een dead. Anders wordt het geen goed jaar voor je. Shit. Shit. Ik gebruik de NV4 Assault Rifle. En ik hoop dat ze een beetje kunnen afknallen. Je kan nu. Dat is nieuw. Oh shit, er zit geen stok op. Ik heb natuurlijk nog geen attachments. Alleen maar een red dotje dat erop staat. Je kan nu, dat is nieuw. Hij zit hier aan de andere. Hij is naar binnen gegaan. Als je een enemy op een enemy inzoomt, zoals ik hier doe, dan kan jij zijn health bar zien staan. Dus je weet al hoe ver je hem hebt geraakt. Dus dat is ja, nu al fijn om te zien. En dan weet je tenminste hoe ver je iemand hebt geraakt. Maar misschien moet ik even switchen naar een submachine gun. Want ik wil eigenlijk best wel graag stok hebben. Oh, er zit er nog een daar. Er zit er nog een. Die gaat er hier ook naartoe. Zal die komen, denk je? Nou, we hebben een UAV, dus dankjewel, teammate. Ik heb er zelf ook een zometeen, of 25 punten. Kijk uit door, teammate. Je hebt natuurlijk gewoon weer de boost bar onderaan je beeld staan. Lekker, teammate. Ik heb ook nu een UAV. Ik heb nog geen enkele vlag gepakt. Ik ben een goede objective speler, dat weet ik wel. Oké, waar gaan ze naar binnen komen? Dat is... Oh, shit! Lul die je bent! Ik ren er zo mooi erop af. Iedereen gebruikt nu submachine guns, man. Ik moet denk ik zo meteen even switchen. Ik heb wel een UAV voor mijn team. We hebben gewoon twee rondes, dan switch ik gewoon de volgende ronde. Oh, ik switch nu al, fuck it. Ik ga niet volgende ronde switchen, ik ga nu de Errat. Dat is sowieso een submachine gun. Ja, dit loopt sneller. Je moet heel snel kunnen bewegen nu, want die mensen die willen allemaal schieten, die willen allemaal spelen. En hoe sneller je nu beweegt, hoe minder je geraakt wordt en hoe langer je overleeft. Dus het is altijd handig om meteen een submachine gun te pakken. Puur omdat natuurlijk iedereen een kill zal hebben. Zo jongen, het, is wel, het zijn wel kleine mapjes by the way. Dus je moet wel goed opletten. Oh, we hebben granaten. Shit, dat ben ik vergeten. Ik heb nooit granaten meer aan zijn in Call of Duty, maar nu heb ik ze wel. Oh, kut, naast me ook. Ik zag hem. Ik dacht, mijn teammate gaat wel schieten. Alleen dat deed hij niet. Ik moet mijn granaat... Ik deze kant op, shit. Ik moet mijn granaat even gaan gebruiken. Gaan we B pakken, team? Doen we dit? Doe ik het in mijn eentje? Ik doe het volgens mij in mijn eentje. Oh, staat er nog een shit. Ik had er maar één van de vier, jongen. Wat is mijn hele team dan? Ze staan er namelijk wel naast. Oh, jij pakt aan, dan ga ik je niet helpen. Thanks for the assist. Zit er nog één daar binnen? Hier zo. Oh, shit. Ik wou net zeggen, beter ga je me niet turnen, vrienden, want dan word ik boos. Je hebt natuurlijk ook weer de specialist, de Rix, in de game zitten. Dus die haal ik op een gegeven moment ook gewoon binnen. Uh-oh, die komt niet op mij. Kijk, kom B pakken nu, team. Doe het, doe het, doe het, doe het, doe het. Lekker bezig. Ik heb een UAV voor ze. Kom dan. Ah, nee! Wat? Ah, shit, die had ik helemaal niet gezien, man. We staan wel eerst, ik vind het goed. Zolang je eerst staat, is alles onder controle. Dat is mijn teammate. Dat niet. Oh, joh, joh, je gaat wel minder snel dood, moet ik zeggen, man. Ik zit nog in de Black Ops 3 stijl. Dan ben je veel sneller dood dan in deze game. Je moet wel veel kogels raken. Je hebt nu natuurlijk ook nog geen attachments en alles op je wapen zitten. Maar je moet wel veel raak schieten voordat je een kill hebt. Ik durf er niet naartoe. Ik krijg gewoon de andere kant op hoor. Ik vind het goed. Thanks teammate, is er nog één. Lekker jongen. Oké, okay, ik heb een specialist nu. Ik weet dat deze overpowered is. Zoals je kan zien. Zoals je nog een keer kan zien. En je houdt hem ook... Zoals je nog een keer kan zien. Oh, zoals je nog een keer kan zien. En je houdt hem ook op zich best wel... Best wel lang. Dus we hebben er mooi wat kills mee kunnen oppakken. Lekker bezig. Kunnen we deze vlag nog pakken, team? Gaan we dat doen? Dan heb ik mijn hoogste scorestreak die ik op dit moment heb.
Dat is de clusterbom volgens mij. Oh, de Warden! Oh, wat? Dat is even nice dat we die nog hebben gehaald. We begonnen niet zo goed, maar we pakken onszelf nu wel goed op, moet ik zeggen. Oh, je hebt je specialist verneukt. Of je Rick heet het nu, sorry. Ik ga nog heel vaak specialist zeggen, dat weet ik wel. Nee, nee, ah, het is een specialist. Rick, shit. Zeg ik het alsnog, hè? Rick heet het nu, jongens. Geen specialist meer. Nu ben je dood, jongen. Ik bewaar mijn scorestreaks, want volgens mij zit de ronde er nu zo ongeveer op. Ja, de ronde zit erop. Oké, okay, we staan 24-11. Niet de beste score tot nu toe, want we hebben 11 deaths. Dat vind ik niet zo mooi. Maar we zijn wel level 2. 2 captures, 5 defense. Dus ik vind het op zich wel lekker gaan. We moeten wel even inkomen, hoor. We moeten echt even inkomen. Want op zich, ik dacht dat je sneller dood was. Maar je moet nog best wel veel raar schieten. Je bent volgens mij in Black Ops 3 in ieder geval sneller dood. Dus het is wel even goed, goed opletten geblazen. Maar ronde nummer 2. Aanvlog even pakken. Ik heb mijn scorestreak staan. UAV heb ik staan. De lightning strike. Die kan ik nog pas over 6 seconden gebruiken. En nog de, ja, ik weet niet meer hoe het heet. Een hoge streak in ieder geval. Dat weet ik wel. Kan ik ze gebruiken? Oké, ik kan ze gebruiken. Dit is de lightning strike. De nieuwe lightning strike. Die kan je gewoon zo neergooien. Ik ga waarschijnlijk mezelf er niet mee killen. Oh, triple bitch. Dat is een lightning strike. En dan heb ik nog een andere scorestreak staan. Alleen die kan ik natuurlijk nog niet inroepen. Nou, die kan ik wel inroepen, maar ik wacht er nog even mee. Holy shit, teammate. Je moet niet op mij gooien. Niet schieten, Jan. Nu. Lekker. Ik wacht even met schieten, want anders wisten ze precies dat ik hier liep. Teammate, ik heb nog 13 kogels. Meer dan genoeg. Ik heb nog een UAV. Shit, zit er één naast me. Wacht. Reload. Personal UAV activeren. Zit er nog één. No, ik schoot mis. Ik heb wel deze score... Streak. Ik heb het ingeroepen, maar ik weet niet wat het doet. Hallo? Dat is mijn... Oh, dat is een rave of zo, denk ik. Ik weet niet wat het is. Wat? Oh, dat is een... dat is een... ik weet niet nog wat het is. Het is een... Escort drone van Black Ops 2. Dat is het. Escort drone van Black Ops 2. Ik moest even kijken wat het ook weer was. Kijk, hij schiet nu op iedereen, jongen. Hoppa, lekker dan. Hij killt letterlijk iedereen, jongen. Check hem gaan. Oh, kut. Daar lag een granaat. Is er toch een enemy? Lekker dan, lekker dan. Lekker uit granaatje. Die gooit niet mis, gelukkig. Ik loop er daar ook nog een. Teammate gaat gewoon die vlag pakken, joh. Hij is helemaal loco, man. Oh my god. Holy shit. Ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt nu op dit moment, maar... Kunnen, kom. Ik help je. Lekker bezig, team. Kom dan. Jammer, joh. Ah, hij zat er nog een. Shit. Ik heb volgens mij wel mijn leiding weer. Ja, ik heb mijn leiding weer. Die kan ik gooien, hè. Bloop. We gaan gewoon zo. Geen flauw idee of hij wat kills pakt, maar... Dat merk je gauw genoeg. Ah, hij killt helemaal niks. Oh! Oh my god, jij bent slecht. En jij ook. Noobs! Zit naast me. Waar ben je nou? Dat dacht je, vriend. Zit er nog een naast me nu. Zo, die begon ook gewoon te sprayen, man. Dan krijg je hem terug ook. Ik heb mijn specialist ook weer ready staan. Er zit nu niemand bij me in de buurt. Oh, ze komen wel, ze komen wel. Oké, specialist. Ah, shit, dat was een clusterbom. Die ontploft één keer. En daarna knalt hij in 8 kleine kutgranaatjes. Dus nu heb ik eigenlijk mijn hele specialist verneukt, om maar zo te noemen. Dat is een beetje jammer, maar ja. Kan gebeuren. Nu kan het nog gebeuren. Zometeen als we meer hebben gespeeld, niet meer. Jij hebt bij de weer in deze game zitten, dat zag ik net staan. Als je bij de opties gaat kijken, dan kan jij weer selecteren dat je reload cancel met het rennen doet. Dus als ik nu ga sprinten, dan cancelt hij de reload in plaats van dat je driehoekje moet indrukken. Dat is super chill dat ze dat er weer in hebben gedaan, want dat zat natuurlijk in Black Ops 2. Clusterbommetje gooien. Zat natuurlijk in Black Ops 2 er ook in. Ik wil wel graag winnen, team, dus als jullie me nou even helpen, alsjeblieft. Oh, dat is mijn teammate, sorry Green. Dat is wel een enemy. Ik heb wel de vlag, ik heb de vlag. Ik moest eventjes de objective pakken, hoor, want... Ja, lekker team. Goed gedaan. Want ik heb geen zin om te verliezen, namelijk het eerste potje. Lekker! Oké, teammates gaan nu ook lekker, jongens. Rank nummer 4. Het potjes duren wel lang, gek. Zo, de knetter, hé. Lekker! Ik heb geen ammo meer. Give me your weapon. Thank you. Deze vette Baron Silas. Nee, ik weet niet wat dit voor wapen. Ik ben te laat bij die vlag. Ik moet B verdedigen. Oh, ah, ik zag hem niet eens. Shit. Ja, nu is, moet de motor niet B verliezen, team. Als we dit willen winnen, dan mogen we niet... Oh, ik zie hem. Hij gooit ook een clusterbom, dan krijg ik hem terug ook. Ik heb hem ook gegooid, als het goed is. Ja, ik heb hem. Lekker dan. Hij gooit hem op mij, dan krijg je hem terug ook, vriend.
Oké, ze gaan nu proberen B te pakken. Als wij twee vlaggen houden, dan moeten wij officieel dit potje nog winnen. Clusterbommetje. Ja, dat gaat af. Lekker dan. Lekker clusterbom. Oh, die dingen zijn chill, jongen. Ik moet weer granaten gaan gebruiken in deze game. Dat weet ik wel. Het movement systeem is natuurlijk gewoon hetzelfde als Black Ops 3. Dus iedereen die de game oppakt en die Black Ops 3 heeft gespeeld, die kent het ook wel. Ik ga mijn personal UAV activeren. Toink, zit er iemand? Ja, één iemand. Zit hier nog? Ja. Dat is een personal UAV, dat is een... tactical equipment dingetje. Dus dan weet je precies... hij zit hier om de hoek. Ik weet niet of hij gaat komen. Dan weet je precies waar dichtbij... Hij is een specialist, hij is dood. Waar dichtbij de enemies zitten. Dus dat is super handig om te gebruiken. Ik heb er twee van aanstaan. Team heeft ook de hoogste streak op dit moment. Is goed gedaan, teammate. Jij bent dood. We zijn ze wel nu aan het rekken hoor, moet ik zeggen. Lekker bezig hoor. Oh, sorry. Even dat een enemy was. Hallo, zit je hier binnen te campen, jongen? Moet je niet naar buiten rennen als je aan het campen bent. Kan je beter blijven zitten, vriend? Lekker teammates, pak die vlag maar. Ja, we staan nu voor, man. We staan nu voor. Let's go. Losing Alpha, dan gooi ik de ding erop. We staan nu voor, man. Nu gaat hij lekker. Hoppa, trippeltje. Ik kan niet mijn scorestreak inroepen, omdat mijn teammate er ook al een heeft. Houdt dus in dat er maar één helikopter tegelijk in de lucht kan. Weten we dat ook weer. Ja, nu zijn we ze aan het pakken, hoor. Ja. Lekker bezig. Geef me wapen, mijn wapen is leeg. Hij zit hier in de hoek. Oh, specialist heb ik. Ga nou echt voor me wegrennen, vriend? Yep, dat doet hij echt. Kom nou gewoon terug, joh. Thanks, bro. Ik heb weer een UAV. Ja, we hebben gewonnen. Poekje zit erop. Hier staat er een in de hoek. Achter me spannen ze. Spansteam is hetzelfde als alle andere Call of Duty's. Dus eigenlijk als je een beetje oplet, dan weet je al waar ze zitten. Ah, nee. Ik heb Nick al één kill. Yes! Poekje zit erop. We hebben gewonnen. Ik heb mijn scorestreak ook nog. 64-17. Woe! Teammates, je bent geracequit. Ik weet niet wie er is geracequit, maar er is iemand geracequit. We begonnen heel slecht. We stonden de eerste ronde 24-11. Nou, dat is gewoon eigenlijk... Oh, iemand heeft zijn microfoon aan staan. Een dikke poepscore. We hebben hem afgemaakt met 64-17. Met 8 capture, 7 defense. Dus het was in ieder geval een mooi eerste potje. Allereerste live complay op Call of Duty. Infinite Warfare. En dan mogen er nog... tientallen, honderden, duizenden volgen. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Als je meer wilt zien, ramp die like knop. Vergeet niet te abonneren als je meer van deze game wil weten. Want we gaan alles erover uploaden en alles erover spelen. We zijn alweer rank 5 in één potje. En tot de volgende keer. Nice work. Thanks, man. Bye bye, mensen.